In Nederland zijn er diverse centra die sportinnovatie stimuleren. En sportinnovatie leidt niet alleen tot meer medailles bij wedstrijden internationaal, maar leidt ook tot gewoon meer bewegen en sporten bij bijvoorbeeld ouderen en kinderen. Ik ben op werkbezoek in de TU Delft bij het Sports Engineering Institute. En hier naast mij staat Jorgos Dialinas. Hij werkt aan een fiets met stuurondersteuning en hij gaat me vertellen hoe het werkt. Jorgos, how does this work? So, welcome to TU Delft Bicycle Lab. This is a steer-by-wire bicycle, which means that there is no mechanical connection with the handlebars and the fork. In het Applied Lab van Annemarijn Stijlen zijn ze bezig met het voorkomen van sportblessures. Sporters maken steeds meer gebruik van allerlei technologie. Dat gebeurt onder andere hier. Dit is mijn avatar, die is 3D geprint en zo ziet het er dus uit onder het pak. Annemarijn, hoe werkt deze technologie? Integreren we sensoren in een broek voor voetballers. Yeah. En dan willen we de bewegingen tracken op het veld. Om te kijken naar of er relaties zijn tussen hoe vaak iemand een beweging doet en hamstringblessures. Oh ja. Zodat we dat hopelijk kunnen voorkomen in de toekomst. Wat ik ontzettend mooi vind hier vandaag is dat zaken die eigenlijk als sportinnovatie worden geduid ook van toepassing zijn in de gezondheidszorg. Dus het gaat ook over valpreventie bij ouderen en over jonge mensen uit hun stoel krijgen en achter hun games vandaan krijgen. We hebben 15 centra voor sportinnovatie. ZonMW financiert die, daar ben ik blij mee. Ik vind dat het een goede ontwikkeling is. Vooral nu we steeds meer aan het nadenken zijn over preventie. En wat tenslotte nog mooi om te zien is hier, is dat er heel veel samengewerkt wordt met bedrijven. En eigenlijk op een hele natuurlijke manier. Bedrijven investeren en de universiteit heeft er ook weer baat van. Dus al met al ga ik hier enthousiast weg. Wil je net als ik meer weten over sportinnovatie? Kijk dan op www.sportinnovator.nl.